we starten er een hele hoop mooie nieuwe leventjes. Maar helaas zijn er deze week ook twee geëindigd. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tatties. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En ik ben Jesse Silver. Oh, het zit op zijn tijd. Ja. Nou, terwijl het vandaag ontzettend hard waait buiten en wij het huis een beetje schoon hebben gemaakt en zo, zijn we een beetje dubbel vandaag, want deze week hebben we, Jesse is alweer bijna een maand oud, ik weet niet, dus hoe snel gaat het. En natuurlijk, de mensen van jouw pregnancy group zijn ook lekker aan bevallen allemaal. Ja, dus om twee te gaan. Zo starten er een hele hoop mooie nieuwe leventjes. Maar helaas zijn er deze week ook twee geëindigd. En daar wil ik toch wel even bij stilstaan. Want één was de broer van de vriend van mijn moeder. Een hele goede maat van mij, echt mijn maatje. Bonuspapa zeggen we altijd. Dat klinkt zo raar. Mijn stiefvader vind ik helemaal stom. En die hebben vandaag de uitvaart van zijn broer. Dat was redelijk onverwacht. Hij was wel 78 of zo, maar toch, weet je, het is gewoon, hij was gewoon nog goed in het leven, zeg maar. En, 2 dagen geleden of zo kreeg ik ineens een berichtje van mijn zus, dat de man van een hele goede vriendin van haar het leven heeft gelaten. Hij was pas 43, dus... Het staat dicht bij elkaar, maar. Ja, het is gewoon... Het laat je wel even nadenken van zo ben je er en zo maak je een nieuw leven en zo kan het ineens over zijn. Ja. Dus daarom heb ik een kaarsje aangestoken en een bierrookje en staan we daar heel eventjes bij stil vandaag. Toen hadden we een heel leuk gesprek met Richard en Alex, volgens mij. Is dat druk allemaal? Ja. Toen hadden we een heel leuk gesprek met Alex en Richard van Master Megastore en van 1000cadeaus.nl. Voor een samenwerking en ze zijn nu een uurtje weg en ik kreeg net een e-mail dat ze het eigenlijk een heel leuk gesprek vonden en ons bedankte voor de rijtje en ons bedankt voor het warm onthaal en zij hebben dus besloten om met ons te gaan samenwerken en ja, wij met hun natuurlijk. En het eerste cadeautje wat we al kregen was social media game. Kun je met je telefoon doen of gewoon vanaf het bord. Ik ben er niet helemaal achter hoe het werkt. Maar het ziet er wel heel leuk uit. En hadden we ook gehad... Naastje. Waar? Je zit met je armen er tegenaan. Jij ziet het, maar ik niet. Die beer. Oh, nee, ik zag die deurstoppers. Inderdaad, een heerlijk beertje voor Jesse Silver. Die zijn zo zacht, hè. Die zijn van dit merk. Bye, Betty. Super zacht. En, ik dacht dat ik die ook had meegenomen. Nee, ik kan ze niet vinden. Dus dat, eigenlijk. Ja. Dat zijn weer hele leuke dingetjes. En hebben we eens heel eventjes alles bij elkaar gehaald. Want het wordt zo langzamerhand een beetje te veel in de woonkamer van al die cadeautjes die we hebben gehad. En ik heb ze even op tafel gezet. Zullen we eens eventjes gaan kijken, schatje? Ja, laten we zien. Nou, dit is gewoon echt te veel om op te noemen. Want naast alles wat hier staat hebben we ook nog natuurlijk ontzettend veel kaartjes. En knuffeltjes, heel veel zelfgemaakte dingetjes. Deze ook super leuk.
Nou, dit is echt fantastisch. Dit is een schaapwipstoeltje. En we hebben ook nog heel veel kleertjes gehad. En andere doekjes en handige dingetjes. Dit schaapje kun je aantrekken. Even wachten hoor. Oh, super lief. Nou, leuk boekje. Een lepeltje. Dit is om lekker in te bijten straks. Super fijn. Schoentjes. Laarsjes. Fucking vette Converse. En Converse All Stars. En super vette Nikes. En een doosje met zijn naam erop. Nou ja. Heel veel kleertjes. Echt. Leuk. Dit is mijn eerste bestekje. Kijk hieronder nog allemaal. Een bijtringetje. Een knisperdoekje. Ja, dit is eigenlijk ook gewoon wat iedere pasgeboren ouders moeten hebben. Het boekje van Monique Westenberg Dunja. Ja jongens, het is gewoon fantastisch. Het is gewoon alsof de Kerstman en Sinterklaas 4 keer in 1 weekend zijn geweest. Ja toch baby. Nou ja. Super lief allemaal. En wat we ook nog gaan bestellen zijn de sokjes voor de honden. Ja, inderdaad. Maar dan moeten we even de pootafmeting weten. Ja. Nou ja, dit is gewoon... Hier liggen nog allemaal kleertjes. Ja, met de baby shower hadden we natuurlijk ook al heel veel gehad. Oh, dus nu gaan we eventjes Jessie verschonen. En Jessie Silver is lekker aan het slapen. Ja. Ik heb vandaag een brief ontvangen. Een hele speciale brief. Het is namelijk een brief aan mezelf. Aan jezelf? Aan mezelf. Dat klinkt een beetje gek. Maar bij de centering van de verloskundige. Hè, met alle meiden van de zwangerschapsgroep. Ja. Hebben we een hele tijd geleden een brief aan onszelf geschreven. Oké. Over ja, wat we verwachten van de kraamweek. Of hoe we hopen dat het allemaal is gegaan. Dus ik heb echt... Heb jij mij helemaal niet verteld? Nee. Dus ik heb geen idee meer wat erin staat eigenlijk. Het is een beetje zoals vroeger in de kinderklas. Dat je dan een brief schreef aan je toekomst ik. Ja. Van wat je dan wil worden ofzo. Nou ja, precies dat. Zo'n beetje zo'n idee. Nou, wel leuk. Dus... Hoi René, deze had je nog te goed. Maar zijn we... Tijdens controles vergeten. Geef sorry te snel, want voor jullie is het handig. Oké. Oh, dus we hebben hem opgestuurd, ja. Oké. Leuk. Dus hier staat mijn naam en onder had ik geschreven Baby Polypi. Ga even zorgen dat de honden stil zijn. Dan kan ik hem voorlezen. Sokjes zijn onderweg. Laten we het proberen. Oké. Oké, hier heb ik geschreven. Kun je het zien? Happy ja. Family. Happy Family. Oké. Mooie hartjes. Mooie hartjes, hè? Oké. Okay. Daar moet je nou wel lachen. Ja. Boven heb ik geschreven René Sergio en in het midden Baby Polity. Ja, dat komt. Omdat er staat, lieve ik. Lieve ik. Nou, dat moet je over je laten zeggen. Dat kun je niet zelf schrijven. Ja, ik ben een hele sympathieke jonge dame. Oké, lieve ik. Nu ben je bijna 35 weken zwanger. Maar als je dit leest, heb je hopelijk een goede bevalling achter de rug. En zit je nu heerlijk gelukkig als gezin met je kleine mannetje thuis. Geniet van elk klein dingetje en let op jezelf. Ja. Ja. Veel liefs, jezelf. Oh, wat grappig. Toch nog even je naam erbij gezet. Ja, voor het geval dat je het vergat. Even kiesjes voor mezelf. Voor als de zwangerschapsdementie echt toe had geslagen. Dan had ik nog even weten hoe ik heet. Oh, wat een leuke kaart.
Ik weet niet van wie die is, maar het is echt heel lief. Ja. Vooral ook letterlijk jezelf. Letterlijk jezelf. Ja. En heb je dat een beetje aangehouden? Ja, weet ik niet. Ik heb niet echt heel veel dutjes gedaan en zo. En, nee. Maar ja, op zich voel ik me nou wel oké. Dus. Ja, goede bevalling. Het eindresultaat is goed. Hè? De bevalling zelf was even wat... Had wat relaxter gekund. Maar... Had wat beter kunnen gaan. Ach ja. Maar... Hij zit wel lekker thuis met je mannetje. Zit wel lekker thuis. Mannetjes. Ja. Dat is dan wel weer jammer. Ja, maar jij bent niet klein. Dat je daar niet gewoon... Nou... En ik ging er eigenlijk vanuit... I wish I was a little bit taller. I wish I was... dat jij waarschijnlijk aan het werk was. Oh ja. Ja, grappig hè? Ja, leuk. Het is toch leuk als je dan ook vergeten bent wat je dan hebt geschreven, hè? Ja. Dus die gaat ook in het fotoboek. Net zoals met alle andere lieve kaartjes die we van iedereen hebben gehad. Heb je al een fotoboek? Nee, die ga ik niet staan. Met Ja, elk fotoalbum vind ik dan weer niet goed genoeg, hè? Ja. Ze zijn helemaal niet selectief. Ik wil er dan weer een speciale ervaring van maken. Gewoon een speciaal gevoel bij het fotoboek. Ja, nee, hartstikke leuk. Dus die gaat erbij. Ja. Mooi. Ja. Dan ik moet allemaal zoveel dingen doen in mijn hoofd. Ik wil echt... Mooi. Jij doet echt heel vaak... even afblazen. Ja. Leef is zwaar. Nee, maar ik wil gewoon heel veel dingen doen dan. Ja. Dus helaas hebben we maar 24 uur in een dag. Ja. En ik kan niet alle dingen doen in die 24 uur. Nee. En in die 7 dagen in de week. Maar we liggen nu ook wel lang in bed nog, hè? Ja, nou, ja, lang. Ja, 11 uur is vrij lang. Ja, nee, dat is niet lang als je bedenkt hoeveel uur we effectief slapen. Nee, oké, okay, dus, maar dan is het natuurlijk ook alweer wel, snel een deel van je jas dag, om. Van je jas. Een deel van je jas om. Ja, dat is waar. Dat is wel een deel van je dag voorbij. Ja. Sta stil! En ik ga... Oh, wacht even. Ik ga even wat cadeautjes laten zien die we van Marank en Erik hebben gehad vandaag. Ja, ja, ja. Die is echt heel erg leuk. Is wel, je komt af en toe van die, af en toe krijg je van die dingen dat je echt denkt van, wauw, dit is echt... Dit is echt heel schattig. Cool, hè? Zet gewoon zijn naam op. Zijn naam en de 7 dwergen. En de beroemde 7 dwergen. Precies, die we eigenlijk ook als beeldje in zijn kamer hebben gezet. Super cool, zijn eerste stoel. Ja. Naast het schaap dan. Ja. Het schaap is een wiebelstoel. En dit is een schommelstoel. Wiebelstoel, schommelstoel. En dit is natuurlijk zo'n gewone stoel. Dus echt onwijs gaaf. En ik ga eventjes... ik ben nu eens alles aan het uitkoken en dan ga ik even de hutspot opzetten en dan ga ik even snel een accu eruit halen van in ieder geval één van de motoren dan. En dan kan ik morgen met de motor, motort, dus dat. Ja. Verder is het een fijne zondag, denk ik. Vind ik. Ja, lekker relaxed. Zit ik hem aan, ouwe? Nee, dat is bijna in mijn zicht, man. Ja, dus als jij nou... we gaan even verder genieten. Ja, maar iets, ga jij maar iets doen dan. En dan ga ik eventjes iets doen. Oh. Ga jij maar iets doen? Ik heb wat verdorie de hele tijd alle broekjes zitten strijken hier zo. Ja. Moet ook gebeuren, hè? Schijnbaar. Dat is wel eenmalig, neem ik aan. Of ga je het altijd strijken? Nee, nog niet. Ik ben net op mijn bed staat. Nou, ik vind die nodig. Maar ik wilde nu gewoon alles uitzoeken wat hij ook qua maatje had. Dus dan dacht ik, nou dan kan ik net zo goed alles even de strijk eroverheen halen. Is goed, maatje. Heb je een maatje gevonden? Je houdt ook over mij. Ja, doe ik ook. Hou je over mij. Ja. Van mij een zachte G. En een harde L.
Ja, je harde L, ja. Nee, dat kan ik niet tegen. Oké, okay guys, ik zit hier gewoon even te editen, als je het niet heel erg vindt. Wow. Komt-ie? Met een koor. Ik weet alleen niet wie het is. Ik denk Reggie, want dit zit helemaal in Mozelies. Ja, het klinkt wel gedempt inderdaad. Man. Dit is onze andere snuifje. Zo. Als je ergens dus een raadje vindt van 20 minuutjes. Om eventjes een accuutje op te laden. We staan hier beneden. Ik zie alweer dat er een. Heb ik die gewoon niet teruggedaan? Maar nee. Mijn cover van mijn motor is eraf. Ach ja, kleine rijtje. Here we go. Het is gelukt. Mij is rood altijd plus. Dus ik zet deze hierop. En ik zet deze hierop. Sergio is aan het werk en ik ben alleen thuis met Jesse Silver. Hij is lekker aan het drinken. En over ongeveer een kwartiertje komt het consultatiebureau langs, volgens mij een arts. Om even te checken hoe het met hem gaat. Of het is een intakegesprek, ik weet het eigenlijk niet. Dus we gaan eens even kijken hoe het ervoor staat. Ik heb geen idee of ik mag filmen, maar we gaan het altijd proberen natuurlijk. Nou, de verpleegkundige was er geloof ik, is geweest. Oh, ik vind het zo irritant, hè. Word gebeld door een of andere buitenlander op Facebook. Ga weg. Ken je niet. Waar was ik? Oh ja, dus die is geweest. Maar het was eigenlijk meer een intakegesprek. Dus niet veel interessants om te filmen. Dus ik vond in ieder geval dat Jesse Silver er gezond uitzag. Maar echt verder onderzoek, dat wordt gewoon bij de volgende afspraak gedaan. Bij het consultatiebureau zelf. Dus leuke vrouw in ieder geval. En ja, ik ga zo even de vlog editen. Zodat hij weer online kan. En ik denk dat ik dan... ligt een beetje aan het weer. Maar ik denk dat ik dan even de 9 maanden boek af ga schrijven. Even de laatste eindjes erin schrijven over de bevalling en zo. En ik wil nog steeds een fotoalbum halen. Zodat ook daar alles in kan. En ook alle kaarten die we van iedereen hebben gehad. Dat die bewaard blijven. Dat vind ik altijd wel leuk. Dus ik ga aan de slag. En ik wil dus boodschappen gaan doen. En ik zit dus al de hele tijd te denken van ja, kan ik nou beter met de kinderwagen gaan? Of zal ik die draagzak gaan proberen? Maar ik dacht ja, de kinderwagen, dan heb ik misschien net te weinig ruimte voor wat ik wil halen. Dan loop ik met en een kinderwagen en een karretje. Dus dat is ook niet zo handig. Dus ik ga proberen om het met de draagzak te doen. En ik heb meneer ingepakt. Kushoogte, zoals moet. Ja. Kan zo doen. Mijn tasje eromheen. En dan ga ik dus met mijn boodschappenkarretje lopen. Ik ga de camera niet meenemen, want ik weet mijn god niet waar ik het kwijt moet. Ik hoop dat het goed gaat, want het is ook alweer bijna etenstijd, dus ja, je weet wel, zo'n moment. We gaan het zien. Nou,
Nou, daar ben ik weer. Dat ging helemaal niet zo slecht. Het is lekker stil. Lekker door het wiebelen, denk ik. Alle boodschapjes kunnen vinden. Ook al mijn boodschappenlijstje thuis gelaten. Maar hij heeft hier wel honger natuurlijk. Dus ik heb een lekker flesje gemaakt. En ik denk dat we even op de gang gaan zitten. Wie is deze mooie jongen? Ik kan hem nog helemaal niet zien, hè? Such a new thing. What a lovely day. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn.